Jasmina To en Joep Brekers op piano. Kom aan tafel, jongens. Kom er snel bij. Jasmina, jij studeert ook aan de Fontys Hogeschool. Althans, daar heb je gestudeerd. Je studeert er nog steeds. Studeert er nog steeds, hè? Ja. Ik ben nu bezig met mijn master. Ik studeer nu solozang, klassiek. Ja. Solozang, klassiek. Ja. Waar kom je vandaan? Ik hoor een licht accent. Ja, ik kom uit Duitsland en ben iets van 6 jaar geleden ongeveer eigenlijk voor de muziek naar Nederland verhuisd. Dus dit is een makkie voor jou aan die muziek. Het is gewoon jouw taal natuurlijk, ja. Van Schubert. Ja, en het is ontzettend... Nou ja, het gaat natuurlijk echt... Het is een ode aan de muziek en ja, en misschien ook een ode aan de kunst. Waarom zijn we hier allemaal? Omdat het zoveel geeft en een lichtblik in je leven en schoonheid en... Daarom dacht ik, dit lied is perfect voor vandaag. Aan die muziek. Wanneer hebben jullie voor het laatst live opgetreden voor een klein gezelschap zoals we hier hebben? Het is een tijdje geleden, hè? Ja. Een paar maanden geleden, ja. Een paar maanden? Ja. Prettig om weer voor een klein publiekje te staan hier? Of ja, het is super fijn, ja. Samen muziek maken is echt ja. Doen jullie dat ook in wonen jullie in Tilburg? We wonen samen, ja. Zijn jullie een stel? Ja, wij zijn een stel. Lekker makkelijk. Ja, leren kennen op school. Dus, echt waar? Ja, en ik heb een tijdje pianoles genomen bij Joep. Ja, maar dat werd snel een wandeling bij de Piershaven. En dat, Ja. Via precies. Piano en een mooie wandeling. Ja, precies. De Piershaven in Tilburg-Zuid is dat ergens, hè? Niet het meest romantische deel van de stad, toch? Nou, tegenwoordig is ze heel veel aan het veranderen. En dan gelukkig maar. Er zijn wat bomen, een beetje natuur. Oh, ja. En, waar kom je vandaan uit Duitsland? Ik kom oorspronkelijk uit Trier, bij de Luxemburgse grens. Ben ondertussen veel verhuisd de afgelopen jaren. En een tijdje in Berlijn gewoond, in Keulen. Dus waarom ben je in Nederland gaan studeren? Ik heb eigenlijk, net als Hantje en Koen, die hebben ook muziektheater klassiek gestudeerd. Of studeren dat nog. En ik ben eigenlijk speciaal voor deze opleiding daar naartoe gegaan. Omdat ik dacht, zo'n opleiding als dit heb ik nog nooit gezien in Duitsland. En je kunt natuurlijk zang studeren. Maar je wordt op zo'n breed gebied opgeleid. Je krijgt acteerles en dansles. En dat is heel belangrijk als je op podium wilt staan. Ja. En dat kreeg ik wat dat betreft niet echt in Duitsland. Daar is het toch wat conservatiever... Hierarchischer. Ja. Lastiger. Spelen jullie veel samen? Ja. Jawel, ja.
Ja, we zien elkaar heel veel nu, dus dan spelen we iets minder samen. Ja. Dat we al zoveel bij elkaar zijn. Ja, maar, waar kom jij vandaan? Eindhoven. Eindhoven, ja. Ben je jaloers als zij met iemand anders speelt? Nee. 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 Speelt ook heel weinig met iemand anders. Het mag niet. Het zijn niet zoveel pianisten. Nou ja, ja. Maar ja, naast natuurlijk met Joep spelen doe ik nog andere projecten. Ja. En die gaan op dit moment niet door, helaas. En ik zit onder andere in Duitsland bij een Queen coverband. Ja, dat zag ik in je cv. Queen coverband, dat is nogal een far stretch van wat je hier net gedaan hebt met Schubert. Maar daar ben ik best wel... zing jij het repertoire van Freddie Mercury? Ik zing niet het repertoire van Freddie Mercury, nee. Ik doe ensemble en ik dans ook in die show. En ik zing het Barcelona duet met Freddie. Ah ja? Dus... Maar doe je dat in theaters in Duitsland? Ja, ja, het is een coverband klinkt best wel klein, maar we treden eigenlijk normaal op voor grote zalen zoals 1000 mensen ongeveer. Of ik weet niet, Toonhalen Düsseldorf, Admiraalspalast Berlijn zijn allemaal best wel grote zalen. En mijn bandcollega's die doen dat op dit moment. Ja, die doen dat. Je hebt een dijk van een stem, hè? Een dijk van een stem. Een zeg je dat in het Duits? Ja. Je hebt een stem. Dank je wel. Grote stem. Grote stem. Ja, maar een dijk. Ja, oké. Okay, ja. Ja, zo zeggen we dat in Nederland. Maar volgens mij haal jij moeiteloos de achterkant van de zaal. Daar heb ik geluk in. Bij Barcelona, dat is een enorme uithaal. Doe jij die ook in de zaal? Ja, ja. Hoe klinkt dat? Hoe dat klinkt? Mm-hmm. Nou, het wordt met de tijd steeds makkelijker. En toen ik aan begon... Kun je één keer laten horen, kun je de zaal achter even raken? Ja, mag ik staan? Tuurlijk. Ja? La musica vibra, jezus no sogno. If God is willing, if God is willing, friends at the end. Barcelona. Prachtig. Dat is Mina, godsamme. Ja. Hebben jullie buren? Ja. Ja. Ze zijn weinig thuis, de buren. Ja. Nee, op dit moment vinden ze het nog niet zo erg. En, Maar hoe wonen jullie in Tilburg, of niet? We wonen in Eindhoven. Maar we hebben ook een soort atelier, studieruimte, ook in Tilburg. En op dit moment is dat heel fijn, omdat ik niet zo goed kan studeren als Joep in de buurt is. Waarom niet? Omdat, ik toch best wel... Ja, we maken allebei best veel herrie. En dan soms, je bent toch best wel gevangen in je huis. Als jij de hele dag moet studeren en toch binnen moet zijn. En, Hey, geweldig om jou hier te horen. En jullie allebei trouwens. En dat is wel grappig van deze bijeenkomst. Dat ik het gevoel heb van, we zitten hier, God weet hoeveel mensen hier naar kijken. Maar hopelijk heeft het een beetje indruk of maakt het indruk. Maar jullie gaan we terugzien natuurlijk op grote podia, dat staat vast. Jullie zijn met z'n tweeën gekomen als echtpaar. We houden bij een stand van hoeveel mensen geraakt worden door de coronacrisis. Dat zijn jullie twee in ieder geval. Zijn er producties van waar mensen bij betrokken zijn die we mee moeten tellen bij jullie werk? Ja, zeker. Nou, de Queen Man in Duitsland waar ik voor werk, dat is ook een man of 15 met techniek en productieleiding en alles. Dan zit ik ook nog bij een straattheatergezelschap waar ik nu de afgelopen weken ook af en toe heb gezongen. Voor bejaarden of voor buren op straat. En daar zijn we ook een team. En ik heb ook, doe ook af en toe in Toverland, dus in het pretpark, werk ik ook soms. In Zevenum, bij Horst in het Ja, precies. Wat doe je daar dan? Daar doe ik straattheater. Oh ja? En Ik kom daar bij de buurt, bij Toverland. Ja. Ja. Precies, daar ben ik eigenlijk actrice. Ja. Dus in ganzen großen, möchte ich dich fragen. Hoe viele Leute können wir da auf das... Es zijn er heel veel, zullen we zeggen, met alle bij elkaar. Zeg en maar. Fontes en docent muziek. En... Ja. Fontes mag je eraf halen, hebben we al bij hebben jullie eruit gehad? Ja, dan zijn het vast...
Met Hoveland zou je zeker erbij zijn. Er zijn vast 300 mensen. 300 mensen, staat genoteerd. Jasmina en Joep, zet jullie namen op het bord. Okay. Voor de eeuwigheid en tot op het podium ergens. Dank jullie wel. Dank je wel.